Maandagmiddag was het allereerste Katy Cotty Festival in Dordrecht. Een feestelijke dag voor veel Dordtenaren, waarop gevierd wordt dat op 1 juli 1863 de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen werd afgeschaft. Voor velen is het een moment om samen te komen, te dansen en te eten en te drinken. Prachtig. Ja, leuk dat Dordrecht ook hier aan meedoet. Ja, ik vind het gezellig dat we ook in onze buurt iets aangedaan wordt. Een dag eerder vond de herdenking van het slavernijverleden plaats. Een bijzonder moment, zeker toen burgemeester Wouter Kolff namens het stadsbestuur excuses aanbood voor de rol van Dordrecht tijdens de slavernij. Ik bied excuses aan voor het aandeel dat het stadsbestuur vanaf de 16e eeuw heeft gespeeld in de slavernij. Dag van mij, vooral ook om gewoon aan mijn kinderen door te geven. Ja, dat we gewoon echt denken, kunnen herdenken aan onze voorouders, dat zij gestreden hebben. Het is altijd belangrijk geweest. Het is voor mij een eer om de voorouders eer aan te geven. Want het was niet een vrijheid die gekocht werd. Het is een vrijheid die teruggegeven is, die ontnomen was. Dus wat ze ook geleden hebben, de kracht die zij hebben, dat dragen wij mee. Dus we zijn nooit verslagen.